Ja, je zal maar zo'n campagneteam hebben. Ja, beter bekend als de buiksprekers van Dylan. Ja, die buiksprekers, die hadden gewoon bedacht met z'n allen. Nee, we zeggen eerst net voor de verkiezingen, nee, we gaan niet met Wilders als die premier is. En daarna zeggen we nog een keertje, nee, we gaan niet met de PVV samen in de regering zitten. Nou, en dat vond je achterban van VVD helemaal geen goed idee. En die woedend woest. Ja, en dat blijkt ook nu, want 75% van die mensen, die vinden die route van de VVD helemaal fout. Daar hebben ze niks mee. Ja, een derde van de stemmers op VVD, ja, die hebben er nu al spijt van dat ze VVD hebben gestemd. Ja, en daar hoor ik ook bij, vrienden. Ja, het is... En wat zien we nu dan? Dat heet dan zogenaamd damage control. Ja. He, dus we gaan pagina's, grote advertenties en draai. En de Dylan die komt eventjes aan de VVD-kiezers uitleggen dat het toch wel eigenlijk wel heel goed is wat ze aan het doen zijn. En ook op Instagram hele filmpjes en dit en dat. Nou, dat is geen damage control, vrienden. Dat is paniekvoetbal. Dat is, zo noemen we dat. Ja, paniekvoetbal. Ja, gewoon zo onder druk staan en lel die bal maar. Hup, hoog de tribune in. Weg is weg. Die. Ja, dat zijn ze nu aan het doen. En dat komt allemaal door die buiksprekers van die Dylan. Die hebben het allemaal bedacht. En die moeten nu hun eigen troep opruimen en proberen te redden. Maar dat is allemaal veel te laat. Dat is allemaal veel en veel te laat. Mensen hebben geen zin meer in dit gezeur. De Dylan die kan dit alleen nog maar recht trekken. Er is nog maar één manier waarop dat kan. En dat is gewoon in de regering gaan zitten met de PVV.